We gaan komkommers zaaien die geschikt zijn om te kweken op het balkon. Het zijn dus niet van die hele lange rechte komkommers. Komkommers zijn ongeveer 15 centimeter lang. En ik heb 3 verschillende rassen uitgezocht om uit te proberen. Verder hebben we nodig een zaaibakje. Desnoods kan het in een potje, dat is maar half zo groot. Ik vind die bakjes wel prettig. Je kan ze heel vaak opnieuw gebruiken. En er zijn ook van die leuke kapjes bij, zodat het lekker warm wordt daarbinnen. En natuurlijk mooie losse zaaigrond. Daar gaan we het bakje mee vullen. Bakje vol met grond, goed aandrukken, moet er niet te los in zitten. Met de schaar maken we het zakje open, liefst aan de onderkant. Vaak staat de tekst aan de bovenkant en die wil je dan niet kwijt. Komkommerzaad is heel duur, vaak is één zaadje net zo duur als een hele komkommer in de supermarkt. Maar goed, aan een plant krijg je 20 komkommers, dus dat is nog wel te betalen. Hier zitten maar 5 zaden in. Ik zal ze even laten zien. Zo zien die zaden eruit. Die zaden leg ik verdeeld op het oppervlak van het bakje. Gewoon met de hand. Ze zijn groot genoeg. Zo, kun je het zien? Zo heb ik ze verdeeld. Dan bedekken met een beetje van diezelfde zaaigrond. Niet te dik. Hoogstens een centimetertje erop. Beetje aandrukken. Meestal dek ik de grond af met een beetje grof zand. Dat houdt op het oppervlak mooi open. Als de grond aan de bovenkant dicht slaat, dan kunnen die zaden moeilijker kiemen. Zo blijft het mooi open. En dan het hele bakje even laten optrekken in een schotel met water. Rustig half uurtje laten staan tot het helemaal kletsnat is. Dan uit laten lekken. Kapje erover doen en zetten op een warme plaats. Wat ongeveer 20, 25 graden wordt. Dan zullen de zaden prima kiemen. Komkommers zijn in een paar dagen goed opgekomen. Want ik heb ze gezet bij 20 tot 25 graden. En je ziet waar ik 5 zaden erin heb gelegd. Daar zijn er ook precies 5 opgekomen. Dus dat gaat wel goed. Je kunt ze nog even in een bakje laten groeien. En af en toe een beetje broesen. Met zo'n plantenspuitje. Ja, doe dat maar even. Een beetje nevel eroverheen doen. Dat vinden ze lekker. We zijn een paar weekjes verder. De komkommers zijn goed gegroeid. De eerste blaadjes zitten er al aan. Kijk, dit zijn de 2 kiemblaadjes. En als dit het eerste echte blaadje. Dat heeft een heel andere vorm. 3 verschillende rassen heb ik. En dit is nodig om ze nu te verspenen. Ik zal deze even apart zetten en met dit bakje beginnen. Etiketje erbij houden zodat je nog weet wat het is. Dit is de Daily Star. Zo, ik verspeen ze in 9 centimeter potjes. 9 centimeter bij 9 vierkante potjes. Daar kunnen ze dan nog een paar weken in blijven. Beetje potgrond erin. 1 plant voorzichtig eraf breken. En zoveel mogelijk grond eraan laten. Want in die grond, daar zitten dan de goede wortel in. Wortelen, nee, wortels. Zit daar erin. Wortelen, dat is weer wat anders. En dan, omdat het plantje zo lang is uitgegroeid, kun je meteen een beetje dieper zetten. Dat de aarde dus hier ongeveer komt. Aarde aanvullen. Goed aandrukken. Dat is belangrijk. Zorg dat het plantje een beetje netjes in het midden staat.
Dan moet je die komkommerplantjes niet meteen buiten zetten, want ze vallen erg gauw flauw. Ze zijn gevoelig in dit stadium, dus ze moeten weer binnen in het kastje of op de vensterbank. Niet meteen in de felle zon zetten. Zorgen voor ruim voldoende water. Af en toe een beetje besproeien met zo'n plantenspuitje met schoon water. Dat is wel belangrijk, want ze gaan gauw slap hangen. En dan geven die plantjes het op. Later kunnen ze veel meer hebben als ze groter zijn. Maar die jonge plantjes die zijn gevoelig. Het potje is gevuld. Nu in een schorl met water. Half uurtje laten staan, zodat het water optrekt. Dan uit laten lekken. En weer op die warme vensterbank. Niet te veel zon erop. Nou, ga ik de rest doen. Dan hoef je niet te zien, dat geloof je wel. De komkommers voor het balkon, of komkommer voor in de pot, gaan we nu verder afmaken. Vorig jaar heb ik deze potten gebruikt. Dat zijn flinke potten. Daar gaat in, even kijken, 10 liter pot grond. Maar ik moest al meer dan 1 keer per dag water geven. Dus als je dan een dagje weg bent, dan krijgen de planten dorst. Dus ik ga voor een nog grotere pot. Het lijkt een beetje overdreven, is het niet. Deze pot daar gaat in 16 liter potgrond. Dus dit zijn zakken van 50 liter. Dus daar heb je al aardig wat voor nodig. Ik weet niet hoeveel van die potten je op je balkon of waar dan ook kwijt kan. Maar er moet een hoop van die potgrond in. Dat is nog een keer niet anders. Maar je krijgt ook heel veel komkommers terug. Beetje aanstampen, die potgrond, anders dan zakt het hele plantje straks onderin, dat moeten we niet hebben. Uit het potje halen, zo even de rand tikken, hup, dan komt hij eruit. Kun je het zien, hij is helemaal goed doorworteld. Als ik hem nu zo in het midden zet, komt hij nog iets te diep staan. Ik doe nog een klein beetje grond erbij. Zo, nou, laten we aannemen dat dit de goede hoogte is. Moet natuurlijk boven een beetje ruimte blijven om water te geven. Nu rondom bijvullen met potgrond. Goed aandrukken, plantjes stevig aandrukken, stevig zetten. Jongen, wat de grond gaat erin. De komkommer die groeit recht omhoog, dus ik zet er even een bamboestokje naast. Om aan vast te binden voor het eerste gedeelte. Later laat ik hem aan een touw klimmen, maar dat ga je allemaal nog zien. Zo, nog iets groeien, dan kan ik hem hier aan vastbinden. Nu is het belangrijk dat die potgrond goed nat wordt. En om te beginnen zet ik eerst een schotel onder die pot om van onder water te kunnen geven. En dan ga ik ook aan de bovenkant water geven. Want komkommers houden van heel veel water. En die grond die moet dus doordrenkt zijn van water om te beginnen. Zo, en dan geef ik onderop ook water. Ik weet niet of je dat zien kan. Ja. En dan ga ik een poosje mee door tot ik denk van nu is die hele pot is verzadigd met water. Dan haal ik wel de schotel weg en laat ik hem uitlekken, want het moet nou ook weer gemoeras worden. Maar je moet wel zeker weten dat die plant niet te droog staat. Want de komkommer die gaat heel gauw flauw vallen. Het is nu half mei, dus in principe kunnen de planten naar buiten. Zet ze wel op een heel beschut plekje in de volle zon. Zoveel mogelijk beschut tegen de koude wind. Dus op een zonnig zuidgelegen balkon of op een andere beschutte plek in de tuin kun je heel goed komkommers kweken. En dat kan tot eind september doorgaan. De komkommerplanten die kun je op het balkon zetten, heb ik al verteld. Ik heb geen balkon,
Maar ik heb wel een afdakje gemaakt en daar staan ze nu. Ik zal je het even laten zien. Je ziet die palen van de ondersteuning. Maar hier zie je dus ook, ik heb het tegen de kas aangemaakt. Hier zie je dus dat er een dakje boven zit. Aan dat dakje heb ik ruw touw vastgemaakt met knopen. En aan die knopen kun je dan de stengels van de komkommerplanten vastmaken. Ja, dat draadje, laat dat draadje maar even los. Het zit een beetje in de weg. Ja, dan film ik eronder door. Kijk, het groeit hard. Het blijft droog van de regen. Potten moet je natuurlijk goed water geven. Die staan allemaal op een schotel. Geef water bovenop. Geef ook water op de schotel. Alleen moet het daar niet altijd blijven staan. Als er nou water op de schotel blijft staan, dan kun je een dagje overslaan met water geven bovenop. Het moet niet een moeras worden. En na een paar weken, als de planten groot genoeg zijn, zoals nu, dan moet je ook voeding geven. En het beste op de schotel. De meeste wortels zitten natuurlijk onderin. Op de schotel geef je dan water waarin opgelost is een klein beetje vloeibare mest. Kan de kunstmest, chemische kunstmest zijn of op dierlijke basis, maakt niet uit. Zo'n flesje met vloeibare mest. Gebruik de halve concentratie, die van de concentratie die voorgeschreven is. Dus zeker niet te sterk maken. En doe dat iedere week op de schotel. Slurp de plant dat lekker op. Zal je nu nog even de vruchten laten zien die erin zitten. Zo zien de bloemen eruit. Met ook al een klein vruchtje in ontwikkeling. En ietsje later zie je dit komkommertje. Laat ze niet te groot worden. Dit zijn vaak mini komkommers. Dus 20, 15 centimeter. Laat ze geen 30 centimeter lang worden. Dan komen er een beetje te veel zaad in en zijn ze niet zo lekker meer. Vaak hebben ze stekels. In gestekelde komkommers met een doek kun je die stekels aan de buitenkant eraf wrijven voordat ze naar de keuken gaan. Dat voelen niet prettig aan in je handen. In de pot heb ik een bamboestokje gezet. Dat is alleen voor het begin. Aan dat bamboestokje kan ik dan die eerste scheuten opbinden. En dan op een gegeven moment maakt het stokje niet langer dan 3/4 meter. Dan komen die touwen. Kijk, kun je de touw even laten zien hier. Hier zit zo'n touw. In dat touw heb ik knopen gemaakt. Dit is ruw sisaltouw. En boven die knopen doe ik dan een heel klein opbinddraadje. En daar bind ik dan de komkommer aan. Je moet het wel goed opbinden, want die komkommers worden zwaar. En als je dat niet doet, dan stort de hele boel in elkaar. Voor deze proef heb ik 3 rassen komkommer gekweekt. En hier zie je het eindresultaat. Die lichte, dat is de Daily Star. Die is wat moeilijker buiten te kweken. Links is de Crispy Salad. En rechts, dat is de kleinste, is de Pony. Die groeit ook wat minder hoog. Dus misschien ietsje geschikter voor op het balkon. Ik heb nog veel meer info over die komkommers. Dus ga nou even de boek kopen wat ik gemaakt heb, dan kun je alles lezen over die komkommers.